Nee, mama, ik ben niet ziek. Ik neem een levensverzekering uit voorzorg, meer niet. Ja, zeg, ik moet gaan nu, want meneer Konings van de verzekeringsmaatschappij staat aan de deur. Ik bel u nog. Mama, ik bel u nog. Oké. Okay. Dag, mama. Ah, goeiemorgen. Hier tekenen alsjeblieft. Hier en hier. Allee, hop, ik heb nog een aantal klanten te doen vandaag. Excuseert u mij? Jazeker, tekenen alsjeblieft. Ik denk niet dat wij zaken kunnen doen op deze manier. Ik had op zijn minst iemand verwacht die zijn job kent. Oh, maar ik ken mijn job, ik ben de beste. Ik heb nog nooit klachten gehad. Tja, dan zal ik de eerste zijn die dat wel heeft, hè. Ik koop geen levensverzekering bij iemand die zich als een onbeschofte boer gedraagt zoals u, meneer Konings. Meneer Konings? Verzekeringen? Ik? Ik denk dat er een klein misverstand is voor dat dit spel is. Ik ben meneer Konings helemaal niet en ik doe ook niet in verzekeringen. Ik ben de dood. En u bent ook dood. U gaat naar boven of naar beneden. Ja, dat is voor de oude hier boven om te beslissen. Hè. En als je naar beneden vliegt, ja kijk, dat is even warm in het begin. Maar na een tijd wordt dat wel gewoon. Dus... Wil u nu gewoon even hier tekenen, alsjeblieft? Ik ben hier enkel maar voor papierwerk. Allee, come on, tekenen. 1, 2, 3. Hier, hop, hop, hop. Come on, er zijn nog 12 wachtende na u. Ik ben niet dood. Ah, ongelooflijk. Wacht maar tot u al die mensen op uw begrafenis gaat zien. U zult wel geloven dan. Geloof me maar. Maar jij bent gek. Uit welke instelling zijt jij ontsnapt? Ik ben gek. Ik ben dood, ernstig. Wilt u alsjeblieft mijn huis nu verlaten, meneer? Anders... Anders wat? Dan bel ik de flikken. De flikken? Oh, tof. Ik ben een fan van flikken. Vooral van die blonde. Allee, weet ze dat ding... Allee, wat, die doen niet meer mee, die blonde. Het is een andere. Allee, weet ze dat die altijd de tetten in elke Vlaamse film laat zien. Ik meen het. Bol het af. Oké, bel de flikken. Wat gaat je zeggen? De dood staat in mijn living en wilt me meenemen? Ik hoop dat ze bij ons ook twee van die flikken hebben dan. Gelijk Mulder en Scully. Ik zie het zo gebeuren. Are you okay, Scully? I'm fine, Mulder. Nee. Even dood deze. Wacht, kijk. Ik zal het hier laten zien. Hè. Oh. Herbert Maastraat 28 bus 2. Dat is hier toch, of is het niet? Ja, dat is hier, maar... Ah, wel, dan bent u dood. Sorry, niks aan doen. Staat op de lijst. Spijtig. Dus teken u maar vlug die papiertjes en dan is het zo voorbij. U zal er niks van voelen. Ik beloof het u, mevrouw Michiels. Michiels? Het spijt me, maar mijn naam is niet Michiels. Ik ben de kok. Linda de kok. De kok. Met CO CK. Haha, grappig hoor. Waar heb jij het toneelschool gevolgd? Bij de vlak? Ah oh nee, bij Dora van der Groen zeker. De kok met K-O-K. Ja, maar mijn lijst zegt... Het kan mij niet schelen wat uw lijst zegt en het kan me niet schelen wie dat jij bent. Buiten, nu! Je moet zo niet uit uw vel springen. Dat heb ik gisteren nog iemand in Del zien doen. Een vies gezicht en overal bloed en stink. Enfin, de kok dus. Ja, waarschijnlijk een fout op administratie. Ik heb het nog gezegd, hè. Pak die blonde niet aan, pak die rosse. Die is veel beter, ik voel dat, ik zie dat. Maar wacht eens. Ik heb een idee. Ik weet hoe we dit kunnen oplossen. Maar natuurlijk, als u gewoon is, zegt dat u mevrouw Michiels bent. Niemand gaat verschil merken. Dat hoef ik mijn hand voor in het half uur steken. Allee, wat denkt u? Deel? Buiten! Maar allee, denkt u ook eens op mijn reputatie? Hè? De jongens van boven die gaan met mij lachen tot het einde der tijden, tot mijn dood. Ik moet mijn dagquote halen. Alsjeblieft. Papiais. Nee! Dat zal de echte meneer Konings zijn van de verzekeringsmaatschappij. Als jij niet weg bent tegen dat ik terug ben, dan ga jij er nog spijt van krijgen. Ik maak mezelf onzichtbaar. Ik kan dat. Ik ben de dood. Life sucks, zeggen ze in het Engels. Goedemorgen, mevrouw de kok. Ik ben van de verzekeringsmaatschappij. Meneer Konings kon niet komen, dat zijn problemen. Dus ik ben in de kerkoren gisteren iets te veel stem gegeven. Deze morgen niks meer. Maar ik ben zijn assistente, Elke Michiels. Michiels, hebbes.